Hallo? Leef je nog? Jongens, ik ben weer terug op YouTube. Voor ieder die mij op YouTube volgt en alleen op YouTube volgt, jullie hebben mij echt lang niet gezien. Het spijt me. Ik had een afrondingje van een kleine verbouwing van 14 maanden. En de opening van de B&D. Nog steeds een beetje aan wennen, terwijl ik het zelf heb bedacht. De B&D komt omdat je B&B voor liefde kijkt, denk ik. Tenminste, ik wel. Hebben jullie het ook gezien? Witte voor liefde. Nou goed, in ieder geval. Jullie hebben mij heel lang niet gezien. Excuus. Ik heb wel heel veel gefilmd, want er is ontzettend veel gebeurd. Ik zit nu ook haastig en spoedgezellig in de auto even dit op te nemen, zodat ik even wat rust heb. Als in rust. We hebben natuurlijk thuis zo'n lijntje ook. En het is echt weer hartstikke druk. We zitten 3 dagen ook weer voor vertrek naar Nederland en Frankrijk. Want we gaan ook nog skiën. En we gaan natuurlijk, de grote reden waarom we gaan, is carnaval. We gaan naar Oeteldonk. Zoveel zin in, zo leuk met Ras, Willem, Emmy, Bartje, Jade gaat mee. Zo gezellig. En natuurlijk de eerste keer van Rudy in Oeteldonk. Dus dat is ook wel helemaal leuk. Ik heb van de week zo'n jaske helemaal gekocht. Allemaal emblemen. Dus dat is helemaal spannend. En hij is wel vaak carnaval gaan vieren. Want hij woonde natuurlijk in Gorgel voor de trouwkijkers. Dus hij ging vaak dan naar Breda of naar Tilburg waar zijn zusje woonde. Maar ik zeg, ja jongens, dat is allemaal niet. Oeteldonk, maar ja goed, alle mensen die nu kijken uit Kielengat, Lampengat, Kruikenzeikers, die denken allemaal, nee man, bij ons is het gewoon het leukst. Maar het is gewoon het leukst waar je vandaan komt zelf. Omdat het gewoon één grote get-together is, één grote reunie van vroeger. Nou goed, het is niet uit te leggen, het is een gevoel. Ja, het zit er gewoon met de paplepel in, letterlijk. Dus, leuk dat Ruud meegaat nu naar Oeteldonk, waarvan hij vroeger dus zei, daar kwam ik al nooit binnen. Klopt, want jij bent geen intimie. Maar als je met mij meegaat, wel, dan heb ik de goede kleur sjaal. Dus ik heb allemaal dingen voor hem gekocht. Dus dat is super leuk. Maar laten we even beginnen bij het begin. Want jullie hebben nogal wat gemist. Ik heb heel veel gefilmd. Dus het is ook zonde om dat allemaal niet te gebruiken. Dus laten we even teruggaan naar wat we hebben gemist. We gaan beginnen in december. Dat was echt een ontzettend leuke maand, omdat we heel veel bezoek hadden, maar vooral heel speciaal bezoek, namelijk Skip en Coco, mijn oppaskinderen, voor de allertrouwste volgers, die weten dit, Suska, de moeder, en het vriendinnetje van Skip was ook mee, Floren. Nou, het was zo gezellig. Ze waren er 3 weken en we hadden dit gewoon al februari afgesproken, vorig jaar. Nou, dan kun je voorstellen hoe lang die voorpret is. Nou, en toen waren ze er. Nou, de tijd vloog voorbij. Het was zo leuk. Ze hebben Sjoepie ontmoet natuurlijk. Ja, Sjoepie is trouwens helemaal het nieuwe bijnaampje voor Soleil. En dat komt van, jullie kennen toch allemaal wel het hele irritante liedje van Instagram. Dat zoobie zoobie zoo. Nou, dat had ik altijd in mijn hoofd. Een tijd lang dat ik altijd op Insta was. Toen ik haar aan het wiegen was. Zo zoepie, zoepie, zoep. Zoals ik heb altijd zo aan het zingen. Sjoepie, sjoepie, sjoep. En toen kwam sjoepie, sjoepie. Dus nou, daar komt sjoepie van. Dan weten we dat ook meteen. Maar nu zeggen we het dus heel vaak. Dus nu, ze heeft zo'n prachtige naam natuurlijk. Zo lijkt Marie. Maar sjoepie is wel nu een beetje in deze tijd haar koosnaapje. Nou, hartstikke leuk. Ja. Die waren op vakantie. Nou, we hebben zoveel leuke momenten met hun beleefd. Laten we er even een paar bekijken. Zodat jullie dat toch niet allemaal gemist hebben. Lee moet ook nog een keer, ja. Oh jongens, iedereen is helemaal fan van Anna's massage. Ja, het is ook echt geweldig. Dit is helemaal zoals we het gewoon bedacht hadden. Anna in de Yabi Yabi Time onder de mangoboom. Represent. Echt geweldig. En de directrice die zit lekker hier in het... Het is nog wel jammer dat we niet de Tafelberg hebben geklommen. Dat moeten jullie doen de volgende keer. Daarom moeten jullie terugkomen. Ja, zeker. We komen zeker terug. We hebben nog 2 dagen op de teller. Dus we moeten naar Westpunt, want dat is nog steeds niet aan bod gekomen.
Nee. Ja, Roemerge. Deze eet gewoon alles zelf op. Mm. Hij loopt er voorop. Met zijn hoofd in het water. Ja, schepjes te eten. Eigenlijk moet ik dit niet laten zien, want het is nog best wel rustig hier. Aanvraagjes aan het beantwoorden. Sjoepie's laat. Super lief. En wij zitten hier gezellig bij Moza. Jongens, even een restaurant reten. 10 out of 10. 10 out of 10? Ja, 10 out of 10. 10 out of 10. Zeiden de kinderen die alleen maar pannenkoeken vraten en pizza's. Ook hadden we tijdens de kerst onze allereerste gasten. Maar ik bedoel echt de allereerste gasten. Dat waren Wendy en Erik. En wij waren ook helemaal nog niet open eigenlijk. De openingsparty was nog niet eens geweest. Maar zij waren er echt als de kippen bij. Ze zeiden, we willen zo graag komen deze december. Toen zeiden we, nou, jullie kunnen wel komen. Maar we zijn waarschijnlijk nog wel een beetje boven aan het afmaken bij de Royal Suite. Maar jullie kunnen wel in de Tropical Garden. Oké, is goed. Geen probleem. Wij komen gewoon. Oké, nou, dus zij zijn gekomen. Was echt heel leuk. Super memorabel. En daar heb ik ook nog een beetje van gefilmd. En natuurlijk de kerst. De kerstmis die we voor het eerst vierden in de Yabi Yabi tuin. Met z'n allen. Welkom bij een nieuwe... Hier een nieuwe aflevering van Ik Verrek aan het opnemen. Zo spannend. Wij staan hier echt met zweet in onze bilnaad. Gewoon, ik zal even het wc-papiertje omkrabben. Daar ben ik heel goed in. Jongens, zo meteen. Nou, ik zie er niet uit. Het is een zwerf. We hebben zo hard gewerkt, jongens. Het is de dag voor kerstavond. Is dat überhaupt een dag? 23 december. En als jullie dit zien, dan is dat wel wat later. Maar ik kon jullie gewoon niet meenemen. Niet meenemen in dit procesje. Want het is de dag dat de allereerste gasten komen. En we zijn totally ready gewoon. Ik zie wel hier nog wat gaat er gebeuren. Nee, we zijn er helemaal klaar voor. Het is zo mooi. En ik ben zo benieuwd hoe het aan het voelt. Zo, ik ben voor het eerst echt weer dat ik blij kan zijn, denk ik. En ook heel trots kan zijn op alles wat we hebben neergezet. Maar het was een grote challenge. Nee, het was natuurlijk hartstikke afzien. Zeker nadat we nog... Oké, ik laat jullie gewoon even zo even snel aan. Jullie hebben dit allemaal gezien. We waren dus helemaal klaar. We wilden alleen de plinten moesten hier nog. En toen kregen we een watersnoodramp. En ik heb er op Instagram eigenlijk niet veel over gedeeld. Omdat ik zo verdrietig van werd. Kijk, even deze lucht. Is niet normaal trouwens. Sorry, even tussendoor. Hoe gezellig als je hier zit. Helemaal leuk. Alleen dit paadje moest nog gebijsd worden. Maar ja, ik kon het niet aan. Want dan zouden ze misschien echt vastgeplakt zitten. Maar laten we even dit gangetje. De wc is ook zo mooi geworden. Oh my god. Het is gewoon net een resort zo. Ik begin het eindelijk echt de beauty ervan in te zien nu. Na al ons harde werken. Oh my god. Oké, nou. Het is gebeurd. De allereerste gasten zijn binnen. En zo lief. Ze hebben gewoon een fles champagne meegebracht voor ons. Alsof ze wisten dat ze de eerste waren. Ik denk het eigenlijk wel. Maar echt ontzettend lief. Niet normaal. Nu hoop ik dat Yabi Yabi zijn werk gaat doen. Dat ze hier helemaal lekker gaan ontspannen en genieten. Robin, onze testgasten, die gingen vanochtend weg. En die zeiden ook echt van ja, de key is echt gewoon, het is hier zo lekker rustig op die berg. Zo chill. Dat is ook wel echt zo. Je hoort gewoon helemaal niks. Het is zo lekker rustig. Dus nou, op hoop van zegen. Ik ga een borrel drinken. Man.
Christmas. Het is eerste kerstdag en vanavond hebben we een kerstdiner met alle mensen zonder familie op het eiland. Al onze vrienden die dus geen familie hebben hier, hebben we een Friendsmas, een Christmas dinner. Daar moeten die soep in? Ja, kies jij maar een leuk bordje. Het is jouw feestje. Je kan die witte doen. Dat zijn ook chique soepbordjes, volgens mij. Ja, weet je? Ja, met hoeveel zijn we? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat klopt. Dat is goed. En het rustje blijft hier in Rudy's Snullies keuken. Ja, jongens, we doen allemaal een gerecht om Ruud te ontlasten. En Pepe die is aan de beurt. Met de allereerste maar gang. Om Rudy omver te blazen. Oké, okay, dat was mijn wijn. Zet was die voor jou, Pepe? Ja, Pepe, maar maakt niet uit. Oei. Is oké, okay. Ik verveeg. Geef het je wel. Had jij wijn? Ik had bubbels. Ik had bubbels. Geen bubbels, hè. Er zit gewoon een bubbeltje. Het is gewoon allemaal hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Niemand die het erin gaat. Jawel. Gewoon opschieten met die andere. Oeh, lekker. Net iets te veel knoflook. Nee, dat kan niet. Het kan nooit te veel zijn. Proeven? Doe vooral die lepel niet terug in het gerecht, want dan krijg je comments over. Weet je nog, Peep? Gadverdamme, Peep met die lepel in die. Echt? Mm-hmm. Op mij? Mm-hmm. Mm. Oh, hij is goed, hè? Goed op smaak. Hij is goed op smaak. Jongens, hier gaan we niks meer aan doen. Daar kom je niks meer in. Goed. Het is gewoon een goede handel. Soeplepel. Hebben we dat hier ergens? Ik ken hier ook de weg niet, hoor. Ik sta hier nooit. We zijn begonnen met de kerstspecial kijken. Maar er is één iemand die vindt dit heel leuk. De tijd en de dag eigenlijk waar we met z'n allen zo lang naar uit hebben gekeken en zo lang op gewacht hebben, de grote openingsparty. Nou, die vond plaats op 13 januari, dat was echt de dag. Nou, gewoon een soort mijlpaal, de stok achter de deur, want op de 16e was Yabby Yabby dus echt open voor gasten. Nou, De echte gasten. Nou, nu heb ik wel... Oh ja, we hebben heel veel beelden ook van de opening. Het was echt een geweldig feest. Het was zo leuk. Echt iedereen was er gewoon. We hebben echt... Van iedereen is gewoon naar ons toegekomen. Oh, wat super mooi gedaan, jongens. Oh, wat prachtig is het geworden. Wauw. Echt iedereen heeft de moeite genomen om gewoon naar ons te komen en een complimentje te maken. Het was echt... Eén groot feest. Nou, het feest was ook echt nog lang doorgaan. Het was zo leuk. Iedereen was overal op het hele terrein verspreid. En alles was ook open. Dus mensen konden gewoon rondjes lopen door de appartementen. Dus dat was echt heel leuk om te zien. Dat iedereen gewoon op de bank zat. En gewoon het leefde gewoon. Het kwam ineens helemaal tot leven. Dat was echt heel erg leuk. Oh ja, Suska en ik hebben ook nog de hele inrichting gedaan van de Royal Suite. Want daar moesten we nog de laatste puntjes dus op de i doen tijdens en voor de opening. Suska en ik hebben dus samen helemaal
de kunst op ons genomen. Als in, waar moeten de lijsten hangen? Want er moest nog best wel wat aan de muur. Want Rory Street was één grote kale bedoeling. Dus dat hebben we hem gedaan. Dus ik zal ook later in deze vlog, als de meiden eruit zijn die er nu in zitten, zal ik even de Royal Suite laten zien hoe die is geworden. Want die hebben we nog niet gezien. En er komt nog wel een officiële tour, maar even een sneak peekje. Oké, daarna, na de opening, ben ik op Girls Trip geweest met Choupi en Kat naar Aruba. En dat was echt heel leuk. Het is 10 van mij. Ik ga op naar de happy hour. Margarita. Daar heb ik echt zin in. Hou jij dat? Ja. Ja, met een zoutdrankje. Sowieso. Anders niet. Nee. Jongens, we zitten bij een tentje waar ik ooit al een keer geweest ben op Aruba. Het heet Lola Taco Tequila. Het is echt geweldig. En ze hebben hier zulke lekkere taco's en tequila ook. Maar kijk even, ja, die vliegen moeten echt even opzouten. Kijk even. Deze is met geen chicken. Hij heet No Chicken. Dat is de Brussels sprout. Dankjewel. Thank you. En de lobsters. Ik ben kijkend. We zijn echt twee oma's. Het is 9:45. En we zeiden, we wilden eigenlijk nog een filmpje opzetten. Maar toen zeiden we, nee. We gaan hem toch niet afkijken. Dat gaan we niet meer halen. Dus we gaan nu lekker slapen. Morgen gaan we gewoon echt. Lekker naar de beach. Oh, we zo'n zin in. Het voelt toch anders om ergens anders weer op het strand te zijn dan thuis. Ja, het is echt. Het is, ik voel me nu al opgeladen gewoon. Terwijl ik ben er net. En gewoon het hele reizen. Weer lekker in het vliegtuig. Nou, ik weet niet. Het voelt meteen alsof ik gewoon. Ja. Je bent gewoon echt even weg. Nou, het is echt zo. Dus ik ga lekker slapen. Die ligt hier. Dat is wel heel leuk om even te laten zien. Voor het eerst op reis in het is een beetje. Voor de beach day. Oh, early mornings. Nou jongens, we waren vroeg en op tijd. Kijk deze hele leuke beach shack, Edgewater shack. Daar was ik de vorige keer ook. We gaan gewoon alleen maar naar hetzelfde tentje. Maar zoveel is het nou ook weer niet, jongens. Het blijft een eiland, hè. Het blijft klein. Maar goed, ik zit te kijken, kunnen wij hier wel lopen nog verder? We gaan nu naar de beach, jongens, naar onze botjes die... Wat zeg je? Sporty Spice voorbij. Ja, echt allemaal van Sporty Spice. En heel veel oude Amerikanen. Zoals de vorige keer ook. Maar we gaan even lekker op zoek naar een beachbedje van ons hotel. Die hebben ze ook hier op het kussen. Dus hopelijk zijn we op tijd. Zo jongens, we hebben net gezwommen. En daarna hebben we... Toen lukte het niet om te slapen in het tentje. Buiten op het terras. Dat was wel gelukt op het strand trouwens. Met echt een fantastisch tentje. Van Derian heet dat ding. Heb ik ooit van Sil gekregen. En nu zijn we terug. En nu hebben we besloten dat we toch maar gewoon sushi gaan eten hiernaast. En we gaan hem gewoon proberen. Als ze het niet leuk vindt, dan gaan we naar huis. Maar we hebben er goede moed in. Toch, Shoepie? Jongens, goedemorgen. Het is een nieuwe dag hier op Aruba, One Happy Island. Oh, het is zo genieten. Ik moet er ook weer even inkomen dat ik de vlog ook weer erbij moet pakken. Om jullie natuurlijk even op de hoogte te stellen wat hier allemaal gebeurt. Het was zo grappig. We gingen gisteren, wilden we heel graag sushi eten. En je hebt een tentje hier een paar deuren verderop. Dus wij dachten, chill, dan gaan we daar gewoon heen. En we hadden gewoon een shoppie meegenomen en dan gewoon... Nou, dachten we, als het niet trekt, dan gaan we gewoon weer terug. We zijn dichtbij, weet je wel. En we zagen al online dat je ook kon bestellen. Ook order in, gewoon. En je zag echt zoveel lekkere sushi. Dus toen waren we daar. En toen was het dus ineens een soort van andere sushi tent.
Dus toen kwamen we erachter dat we eigenlijk, dat die namen lijken wel op elkaar. Maar ja, toen kwamen we dus achter, van de jootje, dat we gewoon in de verkeerde sushi tent zaten. Of eigenlijk dat helemaal niet die was, die zo dichtbij was. Nou, maar we zeiden gewoon, we eten op Curaçao ook al zulke slechte sushi. We moeten gewoon niet dan hier maar blijven zitten en het maar bestellen. Terwijl je eigenlijk denkt, oh, ik wilde eigenlijk die lekkere. Tenminste, op de plaatjes lekker, hè. En toen dachten we, we gaan gewoon. Dus toen hebben we gewoon Sjoepie de schuld gegeven. Ja, ze slaapt niet, we moeten echt naar huis. Dus toen zijn we gewoon teruggegaan. En toen hebben we georderd. Alleen wij zijn de hele tijd vergeten we welk hotelkamernummer we hebben. Dus die kon ik er niet bij zetten. Waardoor die vrouw al 3 kwartier beneden stond te wachten met haar sushi. Tot wij, ja, tot ze wist waar ze die af moest geven. Dus het was een hell of een avontuurtje, but we survived. And today we are going to the, ja, dat weten we dus niet. Beach of pool. Gaan we gewoon lopen en dan zien we het wel. Ik zit even beste koffietent Aruba. Oh! Palm Beach was wel eigenlijk wel beleid. Daar zitten we aan. Oh. Spuit elf. Het is hier één grote gekkenhuis. We zijn nog onze spullen aan het pakken. Het is denk ik 3 kwartier voor vertrek. Pedi komt nog even langs om gedag te zeggen. En Sani, oh hier is dat andere flesje. Ik heb letterlijk zo weinig meegenomen dat ik gewoon in de problemen kom als ik niets ga kopen. Ik denk dat ik genoeg onderbroeken bij me heb, maar dat was het ook. Qua kleding niet. Sani, ben je klaar? Ik ga nog heel even snel kort iets later zien. Want ik had al beloofd om even de Royal Suite een sneak peekje te laten zien. De Royal Suite. We gaan hier nog een. Ik ga hier samen met Jor nog even een hele vette walkthrough doormaken. Een echte leuke. Zoals ik ook van de Tropical Garden heb gedaan. Maar ik dacht, ik had het beloofd, hè. Moest hier toch nog even een rondje maken. Kijk hoe leuk het is geworden. En die keuken is ook zo lekker. Die is zo fijn. Met alles erop en eraan. En die lijst en die kleuren vind ik ook zo leuk geworden. Die heb ik samen met Suus opgehangen nog. En die zijn dus gewoon allemaal van Decenio. Echt te gek. Donkerbruine lijsten. Want dat vind ik echt het mooist bij al het hout. Kijk, en hier hangen er ook nog een paar. Kijk, deze vind ik ook heel leuk. Daar hangt ook weer een leukert. Suus en ik samen de hele boel volgehangen. Alles gekeken op de site dan met, oké, dan gewoon een foto maken van de woonkamer. En dan gewoon van die muur. En dan gewoon knippen plakken op Instagram. Gewoon met, weet je wel, gewoon met knippen plakken met de foto's. En dan gewoon zo, alsof je een story gaat opmaken, die lijsten opgehangen. En dan kun je dus een soort van zien hoe het eruit gaat zien. Ik vond het best wel slim eigenlijk. Hier hangt ook echt een hele leuke. Maar ik heb een hele leuke kortingscode gekregen. Die ik zelf ook heb gebruikt. Volgens mij toen ik ging bestellen. Flow50 is de mijne. Ik had hem weer van iemand anders. Flow50. En dan krijg je 50% korting op alle prints. Behalve de gepersonaliseerde. Daar krijg je met de code 10% korting op. En ook op de lijsten. Daar krijg je ook 10% korting op. Met de code Flow50. Dus dat scheelt enorm. Superleuk. Oké, nou het ziet hier allemaal hartstikke goed uit. Er komt hier, moet hier nog één biertje bij, zie ik. En nog een champagne. Want er komt een honeymoon koppel. Goed, wij gaan als de brand weer verder met inpakken. Ik heb ook wel alles klaargelegd al. Maar ik wil nog even douchen. Je kan hier altijd zo oververhit die auto ingaan. Dat je echt. Dus ik wacht altijd tot het allerlaatste moment. Heel leuk, Lee gaat ons brengen. De taxi. Zo. Oké. Zo raar dat zij dan die check-in gaan doen en zo. Björn en Marcel gaan in ons huis. Oeh.